Minister Steven McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft aangegeven dat de misstanden tijdens de verkiezingen van de Jeugdraad Suriname onderzoek behoeven. Daarom heeft hij een commissie ingesteld om deze gebeurtenissen te onderzoeken. Volgens McAndrew, die momenteel niet dieper kan ingaan op het onderzoek, kunnen tal van zaken niet door de beugel. Er is bevestigd dat er voor de verkiezingen van de leiding van de Jeugdraad een meeting is geweest met de vicepresident van de Republiek Suriname. Er is ook aangegeven door de leden van de Jeugdraad die op die meeting aanwezig waren, dat er ze niks is beloofd, want ook dat circuleerde begin september, dat er auto's, laptops, telefoons waren beloofd. Allemaal hebben aangegeven dat dat niet is, zo is. Ook zijn er andere zaken naar voren gekomen die toch wel even de wenkbrauwen hebben doen fronsen bij mij. Niet betreffende deze meeting die bij de VP is gehouden, maar andere zaken. Dus ik acht het toen toch wel raadzaam om over te gaan tot het installeren van een onderzoekscommissie. Na de verkiezingen van de leiding van de Jeugdraad brachten enkele jeugdraadsleden naar voren dat er materiële zaken zijn beloofd aan leden van de Jeugdraad Suriname. Onder andere is de naam van vicepresident Ronnie Brunswijk genoemd. Woordvoerder Humphrey Dundas van het kabinet van de vicepresident geeft aan dat er geen sprake is van een ontmoeting waarin de VP stemadvies heeft gegeven. Laten we gaan onderzoeken wat is en dan horen we verder. Als het onderzoek is te weten wat het is, dan zullen we verder praten daarover. Belangrijk is, de vicepresident ontvangt mensen hier de hele tijd. En al wat mensen komen bij hem en hij helpt ook graag. Hij is sociaal bewogen. En wat ik hierop heb te zeggen is dat, laten we gewoon even afwachten wat het onderzoek van het ministerie zegt. Dat is het belangrijkste. En als mensen vinden dus dat er een of andere praktijk zou hebben voorgedaan die het daglicht niet schieven, laten ze dan ook aangifte doen of naar het Openbaar Ministerie of een klacht deponeren bij de procureur-generaal. Geruchten doen de ronde dat McAndrew afgelopen zaterdag enkele leden van de Jeugdraad de zaal uit heeft gezet, omdat zij het niet eens waren met het genomen besluit. De minister geeft echter aan dat dit bezijdens de waarheid is. Ik heb geen leden uit de zaal gezet. Dat ga ik niet meer doen. Integendeel is de Jeugdraad Suriname juist daar om issues de jeugdrakende te bediscussiëren. Aan het eind van de meeting heb ik wel alle oproep gedaan aan leden van de jeugdraad om de komende dagen bij zichzelf te raden te gaan. Als ze daadwerkelijk het werk willen doen als jeugdraadlid, omdat dat toch wel bepaalde verwachtingen met zich meebrengt. Eén is dat je de nodige respect kan opbrengen voor je mede jeugdraadsleden, ook voor de leiding van NJI, jeugdzaken, zeker ook de minister. Dat je vergaderingen van de jeugdraad bijwoont en niet wegloopt als zaken niet anders gaan dan je misschien had verwacht en dergelijke. De aangestelde commissie zal binnen een maand verslag moeten doen aan de AWJ-minister omtrent mogelijke partijpolitieke inmenging. Als ook zullen de leden gemonitord worden om na te gaan of zij de functie hebben geschaad. Dus we hebben ook aangegeven dat we een gedragscode zullen opstellen. Dat had ik eerder ook al benadrukt toen deze hele issue naar buiten kwam. We zullen nu met wat meer voorvarendheid daaraan werken, zodat iedereen toch wel bewust is van wat er van een lid van de Jeugdraad Suriname wordt verwacht. De onderzoekscommissie zal ook kijken naar het gedrag van de jeugdraadsleden tijdens vergaderingen en me ook op basis daarvan adviseren. Dus op dit moment zal ik geen actie ondernemen naar de leden van de jeugdraad toe. Ik wacht het resultaat van de onderzoekscommissie af. Dat moet binnen een maand na vandaag moet ik geadviseerd worden door de commissie. En dan zal ik dan kijken van wat hun advies is en welke stappen ik op basis daarvan kan ondernemen.